harmonica. Het heet ook niet voor niks mondharmonica. Hij moet ook echt in je mond. En je moet niet er tegenaan blazen, maar je moet er eigenlijk echt met je lippen vast kunnen houden. En hij moet eigenlijk liggen op de natte binnenkant. Ja, dit gaat heel vies klinken. De natte binnenkant van je onderlip.